De suikerjongens uit Tiene krijgen de doggen uit Charleroi op bezoek. Tiene verloor vorige week van Hamme en is na die wanprestatie het publiek een revanche verschuldigd. Ook de eindronde kan nog altijd voor de mannen van Daniel Nasser. Olympique Charleroi is bezig aan een teleurstellend seizoen. Staat op dit moment op een